Mijn naam is Andrea Stultiens en ik doe dingen met foto's. In de tentoonstelling is een boekje te zien. Het heet Ebifana Nyi, de photographer Deo Chakalogira. En Ebifana Nyi is het Luganda woord voor foto, maar niet alleen voor foto, eigenlijk voor ieder tweedimensionaal beeld. Deo Chakalogira was een fotograaf die van 1940 tot 2000 leefde. In de eerste foto's die ik zag, of de eerste negatieve met name, zat een hele mooie zelfportretten van Deo Chakalogira aan het werk in donkere kamers. En dat zijn niet de gebruikelijke beelden zoals we die kennen uit Afrika. Dit boekje is het eerste deel dus in een serie. Ieder van die collecties laat een ander aspect van de Oegandese geschiedenis zien. De hele serie zal een soort van alternatieve geschiedenis van de fotografie in Oeganda bieden. Ik leer hem kennen door zijn foto's en dat is wel vaker het geval, dat ik niet meer kan werken met degene op de foto's of degene die de foto's gemaakt heeft. En ik denk dat dat ook een deel van het detective gebeuren is. Dat ik iemand en zijn of haar wereld leer kennen door de foto's.